Is corona een straf van God, ja of nee? Ik denk het wel. Dit is een waarschuwing, corona. Zo is dat. Zoveel homo's, drugs, slechte mensen. Ik denk dat wij daar geen oordelen over mogen geven. Nee. Dan gaat iemand voor de camera staan, geloof ik. Ja, maar dat hoeft niet. Waarom doet u dat eigenlijk? Het Reformatorisch Dagblad, een christelijke krant, heeft een opvallend stuk geschreven. Hierin zeggen ze dat corona de straf van God is. En dus zijn we hier in Barneveld, waar veel gelovigen wonen, om te kijken wat de mensen hier daarvan vinden. Ik zou zeggen, welkom in Barneveld. Hallo mevrouw. Goedemiddag. Bent u gelovig? Ja, dat ben ik zeker. Okay. En waar gelooft u precies in? Ik ben christelijk, dus ik geloof in God. En ik geloof dat God de redder is. Leest u het Reformatorisch Dagblad? Ik heb geen abonnement, maar ik ken hem wel. Okay, en leest u het wel eens? Als ik bij mijn ouders ben, die hebben hem. Ja. En dan lees ik hem altijd wel even door. Heeft u gehoord over het hoofdredactioneel commentaar dat zij hebben geschreven? Nee, daar heb ik nog niet over gehoord. Zij zeggen eigenlijk van, joh, corona is een straf van God. Uh-huh. Hoe staan we hier in Barneveld daarin? Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag om daar een antwoord op te geven. Ik kan daar niet over oordelen. Ik mag daar niet over oordelen, dus dat ga ik ook niet doen. Heeft het met God te maken, of? Alles heeft met God te maken. Maar dit ook? Dit ook, zeker. Er gebeurt niks buiten Gods wil, dus dit ook. Ik denk het wel. Als je de Bijbel leest, hè, en als je alle aspecten van de Bijbel leest, dus dat je niet stukjes kiest die je aanstaan, maar als je de hele Bijbel leest, dan lees je ook wel aankondigingen van, hè, er gaan dingen gebeuren die de wereld zullen teisteren, plagen, en er gaan nare dingen gebeuren. Is corona een straf van God, ja of nee? Ik denk het wel. Oké. Okay. Ja. En waar worden we dan precies voor gestraft? Ik denk voordat de rol van religie en geloof steeds kleiner wordt. En dat dat, denk ik, een averechtse werking heeft op de welstand van de mensheid. Ik zie het niet als specifiek als straf van God. Nee. En het heeft er helemaal nul mee te maken of wel een klein beetje? Nou, als je in gelooft dat God alles in de wereld leidt, dan heeft God daarmee te maken, ja. Want ze schrijven ook van, het is ook wel een straf van God. Ja, net als de plaag in Egypte. Dat zou kunnen, dat is heel goed mogelijk. Maar ik denk dat wij daar geen oordelen over mogen geven. Nee. Dan gaat iemand voor de camera staan, geloof ik. Ja, maar dat hoeft niet. Waarom doet u dat eigenlijk? We gaan hier niet de mensen lasteren, of wel? Ik val niemand lastig, ik stel een vraag. Oh, nee, maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Vraag stellen niet? Je valt ons lastig, dat is niet de bedoeling. Nou, we kunnen het terugspoelen, maar ik weet niet wie ik heb lastig gevallen dan eigenlijk. Ik wil dat je niet, dat je hiermee ophoudt en anders dan nemen we onze maatregelen. Wij zijn van welke maatregelen? Wij zijn van de beveiliging van de kerk. Ja. En dit is niet toegestaan. Hoezo is het niet toegestaan? Is het de openbare weg? Wij zijn geen verantwoording naar u verschuldigd, meneer. Maar wij zijn bewust niet op jullie terrein gaan staan. Daar staat een bordje eigen terrein. We staan op de openbare weg. Wij gaan hier niet mee verder. Mevrouw, luister. Het coronavirus. Ja. Hoe zitten we in Barneveld erin? Maakt u zich zorgen? Nee, helemaal niet. Maak ik niet druk. Nee? Nee. Heeft u het hoofdredactioneel commentaar van het Reformatorisch Dagblad gelezen? Die schrijven dat corona een straf van God is. Oké. Okay. Vindt u dat ook? Ik heb er totaal niet over nagedacht. Ik denk er in ieder geval niet op die manier over. Veroordeelt u het niet dat ze zoiets zeggen? Weet je, laat een ieder zijn eigen mening. Jullie blijven achter ons aanlopen of wat is de bedoeling? Onze taak is om te zorgen dat de mensen rustig en veilig naar de kerk kunnen. Dat blijven we doen. Natuurlijk heel gevaarlijk wat wij doen. Wij zorgen dat hier de mensen veilig naar de kerk kunnen. Veilig in de kerk zijn. Ja, maar veilig. Ik loop hier toch niet rond met Kalasjnikovs of zo? Ik heb een microfoon in mijn hand. Nee, daarom. Het is ook ons recht om dat te doen. Net zo goed als jullie recht daar stond. Dus laat dat even helder zijn. Nou, maar dat is niet helemaal waar wat u zegt. Het is niet uw recht om op de openbare weg een cameraploeg het werk onmogelijk te maken. Het is totaal niet uw recht. Ik heb, als ik dat gedaan had, dan had ik het anders gedaan. Er is iemand voor de camera gaan staan. Er gaat iemand voor de camera staan, geloof ik. Wie? Dat deed ik. Uw collega? Nou ja. Doet u dat niet blokkeren van ons werk? Nou ja, dat zou je... Corona, bent u daar heel erg mee bezig? Helemaal niet. Echt niet hoor. Nee. Bent u niet bang? Nee, ik ben helemaal niet bang. Heeft corona iets met God te maken? Ja, dat kan hoor. Wel? Ja. Oh. Dat is wel moeilijk uit te leggen nu. Ja. Praat u hier eens uit. Zoveel homo's. Ja. Drugs, slechte mensen, hè? Echt rare dingen. Een soort waarschuwing is het. Dit is een waarschuwing, corona. Zo is dat. Dit is een straf van God, zegt u, corona. Klopt. Alle slechte dingen. De wereld gaat echt naar de kloten zo. Maar vinden jullie homo's echt een slecht ding dan? Ja, ik vind homo's absoluut slecht, ja. Snapt u dat voor mij, ik ben ongelovig, het een beetje gek overkomt allemaal? Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Ik kies geen partij hoor, maar christendom en de moslims. Ik vind, jullie denken allemaal een beetje hetzelfde. Ik vind het ook een beetje eng hoe jullie denken. Vind je dat echt? Ik vind het een beetje eng. Nee, ik vind het niet eng, absoluut niet. Oké. Okay. Nee hoor. Ja, ik zie het al nu. Zij hebben nu een hoofdredactioneel commentaar geschreven, zo noemen ze dat, waarin ze zeggen dat corona de straf van God is.
Geloof jij dat? Ja, kijk, dat is wel heel ver gezocht. Echt geloven doe ik dat niet, nee. Heeft het helemaal niks met God te maken of stiekem toch een beetje? Ja, kijk, weet je, ja, stiekem wel een beetje. Door de zonde is dingen zoals dat in de wereld gekomen, ja, dan... Toch een soort straf? Ja, toch wel. Is corona in uw ogen een straf van God? Nee, joh. Nee, hè? Nee, joh. Nee, toch? Nee. God straft ons niet naar onze zonde. God is barmhartig. Corona is ook gewoon een virus dat zich wetenschappelijk heeft ontwikkeld, zeg maar. En nou, ja, daarvoor worden we nu getroffen met z'n allen. Maar het is niet per se een straf van hogeraf, toch? Ja, ik vind het wel. Ja, dit is gewoon een grote straf. Ik vind het wel. Wat moet er gebeuren volgens u om corona te bestrijden? Is het wel goed? Gewoon je reinigen. Dat wel? Ja, gewoon je reinigen. Maar als u zegt dat is een straf van God, ja. dan heeft reinigen ook niet zoveel zin. Dan is het gewoon wachten totdat God het maar goed vindt dat het voorbij is. Ja. Ik denk dat dat wel zin heeft, want ik denk dat God ons niet beschouwt als marionettenpoppetjes waar hij alles mee kan doen wat hij wil. Als christen zijnde moet je ook vertrouwen hebben in God. Dat het goed komt. Dat het goed komt. Je moet wel de voorzorgsmaatregelen nemen. Dat heeft God ook ingesteld en gegeven aan ons. Dus dat mogen wij wel gebruiken. Bent u dan nu ook aan het bidden voor nou ja, het weggaan van het virus? Ja, zeker. Ik probeer dat echt wel mee te nemen in gebed ook. Er zijn gewoon mensen aan overleden. Ja, en die hebben nabestaan en zo. Hoe denkt u dat die dat stuk lezen? Ik denk dat die dat stuk best pittig vinden om te lezen. Het is ook echt niet altijd leuk om gelovig te zijn, geloof dat maar. Want het brengt echt wel vraagstukken met zich mee. Die ik ook wel lastig vind. Maar goed, waar ik het ook goed vind om over na te denken. Nou, jongens, dit was de video. Kerkgangers gaan nu de auto in en rijden die kant op. Die mogen we niet meer spreken. Vond je het toch een toffe video, doe een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal van de Telegraaf. En laat even weten wat jij ervan vindt. Of het geloof zich moet bemoeien met iets als het coronavirus. Dit was hem. Doei!